Vandaag wil ik laten zien hoe je een lekkere lunch kan maken met een aubergine. Die ga je dan lekker roerbakken met wat kruiden en knoflook. Daarvoor snij je hem eerst in dunne reepjes. Nou, die wil ik nog graag een keer doormidden. Zo. Zodat je een soort van lucifertjes of sliertjes krijgt. Je kan ze ook in de lengte in kleine reepjes snijden, zodat de sliertjes ietsje langer worden. Gewoon wat je leuk vindt om te eten. Zo. Nou, dan doe ik alvast wat olie in de pan. Terwijl ik de knoflook nog even schoonmaak. En in kleine stukjes maak. Dat kan natuurlijk ook met een knoflookpers. Zo. Die ga ik dan lekker roerbakken. Geweldig mes. Nog even beter doorsnijden. Nou, ondertussen ga ik even het kleinste uitje in ringetjes snijden. Die
probeer straks om eroverheen te doen. Gewoon een beetje pit. En de basilicumblaadjes klein. Je zou het moeten kunnen ruiken nu. Heerlijk. Nou, over pit gesproken, hier doe ik een klein beetje sambal bij. Wat koriander. Heel klein beetje peper. En de basilicum. Nou, dan moet je net zo lang roer bakken tot alle aubergine zacht is. En als laatste doe je dan de lenteui en de pindakjes eroverheen. Nou, de aubergines zijn nu helemaal zacht. Ik doe de pindaatjes er even overheen. Die bak ik heel kort mee. Zo. En dan als laatste nog even de lenteuitjes eroverheen. Eet smakelijk.